Doorleven of sterven? Wel of geen operatie? Reanimeren of niet? Wat wil jij eigenlijk aan het einde van je leven? Je kunt dit vastleggen met een wilsverklaring. Daarin schrijf je op wat de keuzes zijn voor het einde van jouw leven. Bespreek dit met je arts en je familie, want dan weten zij wat je wil. Ook als je het straks niet zelf meer kunt zeggen. Eigenlijk kan elke tekst die je schrijft en ondertekent een wilsverklaring zijn. Dat kan getypt zijn of handgeschreven. Het kan zelfs op een bierveeltje, als penning of als tatoeage. We hebben 3 verschillende soorten wilsverklaringen. Namelijk het behandelverbod, de volmacht en het euthanasieverzoek. Die gebruik je elk in een andere situatie. De eerste is het behandelverbod. Hiermee kun je zeggen wanneer je geen medische behandeling meer wil. Je kunt bijvoorbeeld besluiten dat je geen operatie meer wil, maar nog wel medicijnen tegen de pijn. De tweede is de volmacht. Hierin zeg je wie er medische beslissingen mag nemen over jouw leven als je dat zelf niet meer kan. Liefst is dat iemand die jou goed kent, bijvoorbeeld je kind of een goede vriend. De derde wilsverklaring is het euthanasieverzoek. Hierin vraag je de arts jou te helpen sterven als je zo ziek bent dat je niet langer wilt leven. Let op, artsen zijn niet verplicht hieraan mee te werken. Een wilsverklaring is heel persoonlijk. Het gaat over jouw eigen wensen. Het is daarom heel belangrijk dat je niet standaard teksten gebruikt, maar juist je eigen woorden. Wij helpen jaarlijks duizenden van onze leden om deze woorden te vinden. Als je tevreden bent met je wilsverklaring, dan bespreek je die met je huisarts. Zijn je wensen duidelijk, dan zet de arts ze in je dossier. Ga jij ook aan je wilsverklaringen beginnen? Wij helpen je graag. Ga naar nvve.nl/wilsverklaringen.